Het volgende verhaal is het favoriete sprookje van prinses Tia. Ze slaapt namelijk met een grote, dikke teddybeer in haar bed. Daarom houdt ze waarschijnlijk zo van dit verhaal. Laten we samen kijken naar Goudlokje en de drie beren. Maar, er heeft iemand van mijn pap gegeten. En mijn pintje is leeggedronken. Oh, papa beer, dat puntje heb je zelf leeggedronken voor de wandeling. Ah ja. Oh, je bent echt een zuipschuit geworden tijdens corona. Zwaar. Maar, er heeft ook iemand van mijn pap gegeten. Wie wil daar nu van eten? Dat is koude dieet, pap. Dat eet niemand. Zeg. Dat is toch zo? Maar er heeft ook iemand van mijn kammetje gegeten. En die is helemaal leeg. Ik had net zo'n honger. Dat wil zeggen dat er iemand in ons huis is geweest. Maar ik voel het aan mijn buikje dat hier nog is. Zeg maar bierbuik. Zeg. Kom, laten we het huis doorzoeken. Oh, laten we in de slaapkamer gaan kijken. Dat is een goed idee. Daar heeft iemand in mijn bed gelegen. Dat ligt hier helemaal overhoop. Oh, papa beer, je hebt die bed deze morgen weer niet opgemaakt. Je zit een echte sloddervos. Zwaar. Maar, er heeft ook iemand in mijn bed gelegen. Wie, wat, waar? Toch niet ijsbeer van hier tegenover, hè? Hou, hou, hou. Oh! Er heeft ook iemand in mijn bed gelegen. En die ligt daar nog. Dat is een echt meisje. Wie ben jij? Wat doe je hier? Ik heb honger. Sorry, ik ben Goudlokje en ik ben een beetje verdwaald, denk ik. Honger! Ja, dat hè. Toen ik hier voorbij liep, rook ik ineens die lekkere pap. En ik dacht, ik bel eens aan, maar ja, er deed niemand open. En toen zag ik die pap en ik kon mij gewoon niet inhouden. Dus jij hebt van onze pap gegeten? Ja, maar die grote kom die was nog veel te heet, hè. Maar dan heb jij wel van mijn pintje gedronken, zeker? Nee. Die was al leeg. Zie je wel. Zuipschuit. Zwaar. En toen proefde ik van die middelste kom, pap. Maar bah, was dat daarin. Ijskoud en niet te eten. Zeg. En toen zag ik dat kleine kommetje. Mijn kommetje. Ja, die was dus perfect, hè. En toen heb ik hem helemaal leeg gegeten. Maar wat doe je dan in dit bed? Ja, na zo'n hele dag in het bos rond te wandelen, was ik zo moe, ik moest me gewoon even neerleggen. Maar, en dan denk je, ik gooi dat bed daar maar helemaal overhoop en dan kom je hier liggen of wat? Nee. Jouw bed was al overhoop. Waar ben jij een sloddervos, zeg? Zeg. En in dat middelste bed, daar... Daar lag zeker die ijsbeer van hier tegenover in, hè. Zeg het nu maar. Je hebt het horen, hoor. Nee. Daar vond ik gewoon mijn draai niet te hard, denk ik. Zie je wel? En toen zag ik dat kleine bedje vol met knuffels staan. Ik ging erin liggen en mijn oogjes vielen meteen toe. Maar meisje toch. Zeg maar, Goudlokje. Dus Goudlokje, je ziet een huis. Je gaat daar zomaar binnen. Je eet van de pap. En je legt je zomaar in het bed neer. Dat zijn dingen die je toch niet doet. Ja, ik weet het, maar ik was zo moe en ik had zo'n honger. Van de hele dag in het donkere bos. En ik denk dat ik de weg naar huis Maar meisje toch. Maar ik wil je wel helpen met de weg terug te vinden, hoor. Mijn papa kent het bos het beste. Hij helpt je wel. Ja, en als je eenmaal de weg weet, dan mag je hier altijd eens op bezoek komen, hè. Wel als we thuis zijn. En dan mag een extra kommetje pap voor jou. Ha, en dan gaan we eerst een wandeling maken. Want die pap die moet eerst afgekoeld zijn, want dan is hij het lekkerste. Joepie, dan kunnen we samen spelen. Oh, echt? Dank jullie wel. Dat lijkt me heel fijn. Oh.